Beste ouders, ik ben juf Shirley, leerkracht van groep 8C. Ik werk al 20 jaar op de TUMO en ik hoop op een goede samenwerking. Beste ouders, ik ben Roy. Ik werk nu 2 jaar op de TIMO. Ik heb vorig jaar groep 7B gehad. Nu heb ik groep 8B. Ik ben met mijn groep meegegaan. En wij gaan er een mooi en goed jaar van maken. Goeiedag, ik ben Ton Roosendaal, leerkracht van groep 8A. Ik zit op dit moment al 18 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 3 jaar hier op de Timotheusschool. Ik ga voor u de agenda doornemen. Namens mijn collega's Shirley en Roy heet ik u natuurlijk hartelijk welkom bij deze presentatie. We gaan zo meteen even een korte uitleg geven over het aanbod van de vakken. We hebben het over de schoolregels. De vreedzame school, dat is nieuw dit jaar. Uw aandeel als ouders en verzorgers, wat kunt u doen? We gaan het natuurlijk hebben over het huiswerk. We hebben een stukje over het voortgezet onderwijs. En we hebben het natuurlijk over corona. Dit is de uitleg van het vakaanbod in groep 8. Zo te zien ziet u, we zijn rekenen vergeten. Rekenen wordt de eerste half jaar wordt er met blokken gewerkt. Daarna gaan we over naar thema's. En die thema's houden in bijvoorbeeld het metrieke stelsel, met meten, gewicht, inhoud. Bijvoorbeeld procenten, breuken. Die krijgen ze nu ook, alleen dan in blokken, zoals ze gewend zijn. Daarnaast hebben we nog taalactief, dat zijn 12 thema's. Daar oefenen we woordenschat en leren we hoe de Nederlandse taal is opgebouwd. Daarnaast is er ook nog spelling. Daar behandelen we altijd elke week een aantal spellingsproblemen, zoals bijvoorbeeld het Woorden in de kofschip. verleden tijd met Ja, het kofschip. woorden verleden tijd, kofschip, estafette, technisch lezen komt aan bod en Engels. Bij Engels leren de kinderen basiswoorden. Ja, dan ga ik verder met de vakken. Onder andere wereldoriëntatie. We zijn vorig jaar gestart met de methode Blink. Het aankomende thema voor Blink is altijd onderweg. Op dit moment zijn we natuurlijk onderweg naar het VO, onderweg naar het voortgezet onderwijs, oftewel onderweg naar de middelbare school. Dat zal in ieder geval een onderdeel zijn, maar je bent natuurlijk op nog meer manieren onderweg en dat gaan we daar bespreken en behandelen. De topografie van wereldoriëntatie wordt apart digitaal geoefend. Dat kunnen de kinderen eventueel ook thuis oefenen. De weektaak. De kinderen werken dit jaar met een weektaak. Ze leren om zelfstandig werk in te plannen. En bijna alle vakgebieden zijn wel vertegenwoordigd in de weektaak waarmee de kinderen kunnen werken. Bewegingsonderwijs namens meester Joris. Geen gymkleding betekent geen gym. Zorg voor gemakkelijke gymkleding en schoenen. Er is geconstateerd bij de eerste gymlessen dat een aantal schoenen niet meer passen. Zorg voor passende schoeisel. Nou, top toch? Ik vind het wel leuk. Dan ga ik verder met de schoolregels. Tussen 7:15 en 8:30 is er inloop. Om 8:30 moeten alle kinderen aanwezig zijn in de klas. Zorg ervoor dat uw kind op tijd in het klaslokaal is. Wilt u een afspraak maken of wilt u een leerkracht spreken, maak dan AUB een telefonische afspraak bij de administratie. Wij bellen zo snel mogelijk terug na schooltijd. De eerste pauze, dan eten we fruit en daarbij wordt dan melk of water gedronken. De tweede pauze eten we bruin brood en ook daarbij wordt melk of water gedronken. Nou, we hebben het net over de schoolregels gehad, even heel kort, maar wat ook bij de schoolregels hoort, is de vreedzame school. We zijn dit jaar begonnen met een programma van de vreedzame school. En dat is gericht op een veilige en positieve sfeer op school, op het plein, in de klas, waar ook, maar zelfs ook buitenschool kan je dat gebruiken. De bedoeling is dat we op een positieve manier met elkaar omgaan.
Elke dag hebben de kinderen wel met de vreedzame school te maken. Of dat nou op het plein is, of dat je met elkaar samen aan het werken bent. Het komt op elk moment komt het terug. Het eerste blok gaat over wij horen bij elkaar. Ja, wij horen bij elkaar. Dit is het logo van ons thema. Onze wereldbol die zorgt voor de gesprekken dat wij met elkaar de juiste toon aanslaan. Op een fatsoenlijke manier te praten, de regels te maken en met elkaar om te gaan. Uw aandeel als oudersverzorgers. Nou, elke dag thuis ontbijten is heel belangrijk. Erop toezien dat uw kind voldoende slaapt en op tijd naar bed gaat. Voor de kleine pauzes fruit meeneemt en water of melk meegeeft. In de grote pauze natuurlijk het liefst bruin brood in plaats van wit brood. En daarbij te horen water of melk. Heel belangrijk is het natuurlijk dat u uw kind begeleidt bij het maken van het huiswerk. Dagelijks 15 minuten lezen, hardop of gewoon stil in uzelf. Gepaste kleding en schoenen voor de gym meenemen. En weet als ouder wat er speelt op social media. Social media wordt heel veel gebruikt, maar ook helaas heel veel misbruikt. Dus weet alsjeblieft wat er gebeurt op de sociale kanalen. Dan hebben we hieronder nog wat handige websites. Het zijn materialen, maar het is ook voor veel meer kennis. Hè? Zoals bijvoorbeeld SchoolTV, waar dan mooie filmpjes gemaakt zijn en die u dan kunt zien. Huiswerk en agenda. Nou, dit jaar is het, is het nieuw. Alle kinderen hebben een agenda gekregen waarin ze dus huiswerk vermelden. Niet alleen het huiswerk wanneer ze het moeten inleveren of wanneer ze het krijgen, maar ook belangrijke data die ze doorkrijgen van de leerkrachten. En dat wordt dan netjes en mooi bijgehouden. De kinderen krijgen minimaal 2 keer per week schriftelijk huiswerk mee. Op maandag krijgen ze spelling mee, op vrijdag krijgen ze rekenen mee en allebei wordt ingeleverd op de donderdag. En we gaan ervoor zorgen dat er 1 keer per week digitaal huiswerk is voor begrijpend lezen. Dit zal zijn een nieuwsbegrip via Milo. Voortgang voortgezet onderwijs. Uw kind zit dit jaar in groep 8. En volgend jaar gaat het naar de middelbare school. Voordat het zover is, is er een traject wat afgelegd moet worden. Het ligt aan hoe corona zich vormgeeft. Vooralsnog staat er een voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs gepland op donderdag 26 november. Of dat zo blijft. Hangt helemaal af van wat er met corona gebeurt. Wat er wel op korte termijn gaat gebeuren is namelijk de schot in de roos gesprekken. De schot in de roos gesprekken zijn enerzijds afspraken met de kinderen maken wat doelen zijn voor komende periode en tevens zijn het kennismakingsgesprekken met u als ouder en mij als leerkracht. Of met de meester of met juf Shirley natuurlijk. Die gesprekken zijn in de week van 14 tot en met 18 september. Hiervoor kunt u inschrijven via Social School nadat u dit filmpje gezien heeft. En de kinderen kunnen jullie thuis erover vertellen wat het al een beetje inhoudt. De kinderen zijn op dit moment bezig met de schot in de roos gesprekken. Ze hebben op dit moment een kladversie gemaakt. Ze zijn dit nu aan het in het net aan het schrijven en tijdens de schot in de roos gesprekken zullen zij presenteren hoe zij hun voorlopig advies vinden en hoe zij hun definitief advies gaan vinden. Wat is hun droom school waar ze strakjes naartoe kunnen gaan en welke haalbaar is. Nou ja, we hebben natuurlijk te maken met corona helaas. Maar goed, de school gaat gelukkig door. We zijn open.
De Schort in de Roos gesprekken vinden daarom digitaal plaats via Teams. We houden in de klas en rondom de school houden we ons aan de hygiëneregels. En uitgebreide informatie vindt u op Social School. Dat is laatst is dat doorgestuurd door juf Hilde. We zijn bij het einde gekomen van de informatie die u gezien heeft, die u gehoord heeft. Als er vragen zijn over de informatie, die kunt u stellen tijdens de Schot in de Roos gesprekken. Als er daarna nog vragen zijn, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons. Wij hopen op een mooi en een goed schooljaar. Ja, van hetzelfde. Een fijn schooljaar allemaal. Tot ziens. Tot ziens.